Dit is... Dit is zijn Voetbal Totaal. Dat is een interview. Bouts en Suiza, die spelen met de vlaggen. En Leuten zal fluiten. Hij was gezegend met een behoorlijke dosis humor. En hij wist heel goed, wist hij mensen te vermaken. Dit is in die geluidscabine met oom Jan. Ja. Volendamse supporters zijn scherp met de mond, nooit met de vuist. Hier was hij 68. Ja. Hij zat gewoon te azen op wanneer kan ik hier nou eens eventjes een leuke grap van maken. En dat had hij vooral als de topclubs op bezoek kwamen. Dan was hij op zijn scherpst. En dan vond hij het wel leuk om al die namen van die Ajax-spelers verkeerd op te noemen. Alsof hij ze voor het eerst voorbij zag komen. Dus dan was het Johan Cruijff of zoiets, weet je wel, zo kon hij dat aan. En later is hij ook voor iedere tegenstander, dat was ook heel apart, ging hij een rijm voorafgaand aan de wedstrijd. Maakte hij een rijm. Wij komen voor de winst vandaag, dat laat zich wel verstaan. Zij dienen dan wel eventjes onze gastheer te verslaan. En wel, dat wordt een helse karwei, dat weet ook Heracles, want Volendam staat bewapend hier standvastig op de best. Maar ja, die bal is... Hier heeft hij het over allerlei trucjes die je met voetbal kan doen. Het zogenaamde tijd rekken of uit concentratie halen. En het mooiste vind ik dat hij op een moment viel het spel stil. En het was al in de verlenging. Toen zei mijn vader tegen mijn broer Henk of mijn broer Kees van... microfoon, zet de microfoon ervan. En toen zei mijn vader, die ging heel dicht bij de microfoon en zei hij... scheids... En dan had hij de aandacht natuurlijk. Scheids, we hebben geen nachtvergunning hoor. Deze heeft hij, die kreeg hij ter ere van 50 jaar stadionspeaker. En daarna heeft hij het nog 9 jaar volgehouden. Hij wilde graag de 60 halen, maar dat is dan net niet gelukt. Maar deze kreeg hij omdat hij 50 jaar stadionspeaker was. Dus Lee Towers is niet de enige met een gouden microfoon. Dat wil ik maar gezegd hebben. Volgens mij zijn het allemaal publicaties, zo te zien. Kranten. Hij heeft wel een mooi afscheid gekregen van de voetbalvereniging. En, dat werd dan nieuwe televisie. Maar het mooiste vond hij dat het bestuur bekend maakte dat de pas gebouwde tribune aan de noordkant of de zuidkant, geloof ik, die zou de Peek-Muren-tribune gaan heten. En toen kwam het traantje, toen schoot hij vol. Dat vond hij prachtig. Maar bij het laatste valsignaal, dan toont het scorebord precies de stand van dat moment. Reken u daar maar op. Het rijmt wel niet, maar het staat als een dek boven water.